Hey toppers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. En vandaag sta ik in een snoepwinkel. Dan kan je misschien al raden wat er gaat gebeuren. Vergeet natuurlijk niet eventjes nog even op de merch te kijken. www.addoshop.nl. Dan loop je er ook bij. Dat is een echte topje. Vergeet natuurlijk niet te liken, abonneren en even een reactie achter te laten als je de video leuk vindt. Veel kijkplezier. Addo, ik heb vakantie. Heb je zin om met mij te voetballen? Nee, Teun, helaas niet. Ik moet zo weg. Oh, hoezo niet? Waar moet je heen? Nou, ik heb net nieuw werk gevonden en vandaag sta ik voor het eerst alleen. Dus dat is nogal een verantwoordelijkheid. Nonde, ik verveel me. Wat moet ik dan doen? Nou, waarom bel je niet gewoon je vrienden om iets te doen? Oh ja, je hebt gelijk. Dan ga ik dat wel doen. Nou, ik ga er vandoor, Teun. Tot vanavond. Yo, later, brada. Hey, amigos. Hoe is het? Hoi, Teun! Hey, Teuninho! Takadreris! Oké, jongens, ik verveel me en ik heb zin om iets te doen. Wat zullen we eens gaan uitspoken? We kunnen insecten gaan zoeken. Kom dicht, Emiel. Niemand vroeg je wat. Oké. Hey, hebben jullie het al gehoord? Er is nu een nieuwe snoepwinkel geopend hier in de buurt. Hebben jullie zin om daarheen te gaan, of niet? Ja! Dat is een goed idee, Rick! Fuck man, ik heb eigenlijk net afgesproken met een chickie. Je moeder zeker? Goeie, Rick. Wat praat je over moeder? Nee man, het is gewoon echte. Je weet toch? Hoe heet ze dan? Carla. Dat is echt een naam voor een koe. Ja, inderdaad. Ja. Emiel, uitkijken nu. Sorry. Nee, maar is goed. Ik zeg Carla wel af voor jullie. Je weet toch, brood before hoofs. Wat betekent dat? Jullie zijn mijn matties boven andere schatties. Het zal wel. Zullen we 2 uur doen daar? Is goed. Tot zo. Later, drerries. Yes, woe. Eindelijk toch iets te doen deze vakantie. A few moments later. Zo, heel de dag al alleen. En wat gaat het goed zeg. Echt top. Zijn er jongens, de nieuwe snoepwinkel. Ja. Zo, lekker man. Snoep man. Yes, eindelijk. Oh. Nee. Ja. Wat doen jullie hier nou weer? Haha, Ewa neef, pakka dan. Hey Aldo, ik ben jouw grootste fan. Ik heb zelfs je hoodie. Hoi. Jij zei dat ik wat moest doen met mijn vrienden. En Rick zei dat er een nieuwe snoepwinkel was. Ja, en nu zijn we hier. In je niffel. Werken hier ook nog leuke chickies? Nee, ik sta alleen, Duco. Fuck man. Ik wist niet dat jij hier werkte, Aldo. Dat vertel ik ook niet voor een reden, Teun. Coole zaak hoor. Echt een leuke baan. Dank je. Voor als je 16 bent, hoe oud ben jij? 23. Loser. Goeie Rick, kunnen jullie nu alsjeblieft weggaan? Geef een beetje snoep dan. Voel eens even aan je voorhoofd, Duco. Mag ik een handtekening? Nee. Jammer. Chips, mijn chickie belt. Ik moet gaan. Ik weet het goed gemaakt. Als jullie even op de zaak letten, dan krijgen jullie zo meteen een zak snoep van mij. Is goed. Lekker. Lekker man, beetje snoep man. Is goed broer. Oké, tot zo. Hé schatje. Ja, ik mis jou ook zo erg. Deze winkel is van ons! Dat is een ijsmachine! Lekker snoepen! Jongens, pak erbij! Daar is de popo weer. Wie heeft me gesnitcht? Volgens mij achtervolgt hij ons gewoon. Oh nee. Jullie weer? Wat zijn jullie aan het doen? Niks man, gewoon een beetje op deze winkel letten. Ja, we kennen de eigenaar, toch Teun? Ja, inderdaad. En jullie zijn niks raars aan het doen? Nee, sowieso niet meneer de agent. En jij jongeman met die propeller op zijn hoofd, jij hebt niks gestolen? Nee man, waar zie je mij van aan? Is keretata? Racist. Doe je handen omhoog. Fuck man. Betrapt. Hallo allemaal, ik ben er weer. Ah! Kent u deze jongens? Nou, nee, het zijn allemaal dieven. Dan arresteer ik jullie. Nee, niet dan meer. Hé, politieagent. Mooie vrouw daar. Wat? Het is in ieder geval zeg, rem voor je leven. Laat me losers, jullie krijgen mij niet levend. Oh, ik krijg jou nog wel, Addo. Terugkomen jullie. sukkels.